Hallo allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Er is mij laatst gevraagd of ik weer eens een skincare video wilde opnemen. En dat lijkt me echt super leuk. Vooral omdat mijn laatste skincare video wel echt even geleden is. Die zal ik hierboven linken. In mijn laatste skincare video heb ik het heel erg ingezoomd op double cleansing. Want dat was echt jarenlang mijn favoriete methode om make-up voor te verwijderen. Dat is inmiddels veranderd. Dus er is wel echt, mijn skincare routine is misschien iets simpeler geworden. Misschien ook iets minder stappen. Mijn huid is op dit moment over het algemeen vrij rustig. Behalve dan dat zwangerschapshormonen er af en toe wat negatieve invloed op hebben. Maar goed, dat is niet te voorkomen. Maar ik merk gewoon dat door juist rust en zo min mogelijk producten gebruiken, mijn huid eigenlijk wel meer in balans is. Op dit moment is mijn huidtype eigenlijk vrij normaal. Ik heb ook jaren geleden een soort huidanalyse bij Kiehl's laten doen. En dan kunnen ze inderdaad kijken op basis van vochtgehalte in je huid en gewoon hoe vettig je T-zone is, wat voor huidtype je hebt. Toen is gebleken eigenlijk dat mijn T-zone inderdaad vrij vettig is, maar niet overdreven vettig. En dat mijn wangen eigenlijk normaal zijn. Dus dat betekent, ik heb geen gecombineerde huid, want meestal zijn dan je wangen dan vrij droog. Ik heb meer eigenlijk normale huid met best wel een vette T-zone. Dus dat is voor jullie misschien een beetje achtergrondinformatie. Kunnen we trouwens alsjeblieft negeren, want ik zie het in de camera dat mijn foundation vandaag niet echt met mijn nek matcht. Maar goed, dat even terzijde. Ik heb wel echt altijd last gehad van onzuiverheden. Zeker door hormonen of bepaalde tijd van de maand. Dan komen ze wel weer opspelen. Of zoals nu met de zwangerschap heb ik vooral last daarvan op mijn kin. Maar eigenlijk valt het over het algemeen mee. Zeker sinds ik wat vaste producten heb ontdekt die gewoon fijn zijn voor mijn huid. En het is eigenlijk een kwestie ook vaak van zoeken. Waardoor wordt je huid onrustig? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde producten? Kan het invloed hebben op bepaald eten? Dat heb ik, moet ik zeggen, eigenlijk nooit gemerkt. Het zijn vooral de verzorgingsproducten in combinatie met wat je precies verder met je huid doet. Ik denk ook eerlijk gezegd dat, misschien klinkt het een beetje stom. Zeker omdat ik ook beauty YouTube video's opneem. Dat ook de hoeveelheid van make-up waarmee huid belast wordt. Want niet elk make-up product is een verzorgingsproduct. Die zijn er natuurlijk wel, maar dat ook wel invloed kan hebben op hoe je huid zich voelt. En ik gebruik op dit moment wel echt minder make-up producten dan vroeger. Het moet gewoon net genoeg zijn. Dus het hoeft niet overdreven te zijn en zeker niet elke dag. Tuurlijk, ik kan af en toe uitpakken, maar ik denk dat daardoor mijn huid ook wat meer kan ademen en gewoon wat meer zich beter voelt. Dus kortom, dat is gewoon een beetje wat achtergrondinformatie. Ik ga nu door naar de verzorgingsproducten. Zoals ik al aangaf, doe ik niet meer aan double cleansing. En double cleansing houdt dus in, voor diegenen die het gemist hebben, is dat je make-up verwijdert met oliereiniger. En dat je daarna nog je huid reinigt met een speciale cleanser. Waarom doe ik dit op dit moment niet? Daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Als eerst, ik gebruik zoals ik al zei minder make-up op dit moment. Dus ik heb niet het idee dat double cleansing noodzakelijk is op het moment dat je op het moment dat je zeg maar geen laag en laag make-up draagt. Maar op dit moment ook nog steeds concealer en foundation en poeder en dergelijke. Maar die lagen zijn een stuk dunner geworden, ook omdat mijn huid beter is geworden. Ik merk dat ik daardoor helemaal niet zoveel extra cleansingmiddelen nodig meer heb om alle make-up weg te halen. Het is wel heel belangrijk dat je huid helemaal schoon wordt. Zeker als je make-up draagt, maar ik merk gewoon dat die behoefte aan double cleansing op een moment veel minder is geworden. Ook omdat ik het op een gegeven moment een klein beetje een gedoetje begon te vinden. Ik probeerde heel veel verschillende oliën uit om je make-up mee te verwijderen. En op een gegeven moment had ik zoiets van moet ik nou weer terug naar diegene die ik fijn vind? Want op een of andere manier vond ik geen één olie meer fijn. Op een gegeven moment dacht ik, ik kap ermee. Ik ga gewoon weer terug naar de basics. Dus gewoon terug naar hoe ik het normaal zeg maar verwijder. Voor het verwijderen van make-up van mijn gezicht gebruik ik eigenlijk direct mijn gezichtsreiniger. Daar kom ik zo op terug. En heel soms gebruik ik dit soort doekjes. En dat gebruik ik eigenlijk vooral als ik bijvoorbeeld ga sporten. En ik sport nooit met make-up op. Ik weet dat sommige mensen dat wel doen, omdat ze er representatief op een sportschool eruit willen zien. Maar dat boeit me echt totaal niet hoe ik bij een sportschool eruit zie. Dus ik verwijder altijd mijn make-up voordat ik ga sporten. En dan niet heel, zeg maar, het hoeft voor mij niet heel schoon te zijn en zo. Dus ik doe eigenlijk vooral de doekjes. En ik verwijder mijn oogmake-up met dit. Daar kom ik zo ook nog op terug. Ja, dit soort doekjes gebruik ik gewoon om even. Dat is natuurlijk geen manier om je gezicht te reinigen. Ik zou hierna zeker nog wat anders gebruiken. En dat doe ik ook altijd na het sporten, zeg maar. Maar dit is wel gewoon een makkelijke manier om je make-up te verwijderen.
Ik gebruik eigenlijk altijd verschillende doekjes. Deze van de Ethos, die bevatten micellaire olie. En ze zijn heel fijn. Ik heb ze tot nu toe ook maar misschien 1 of 2 keer geprobeerd. Dat werkt prima hoor, maar ik zeg niet dat dit de Holy Grail doekjes zijn. Eigenlijk moet je op zoek gaan naar doekjes die geen alcohol bevatten en die gewoon mild zijn voor je huid, die je huid niet uitdrogen. Sowieso zou ik doekjes zeker niet aanraden voor elke dag. Omdat nogmaals, dit is niet dé manier om goed je make-up te verwijderen. Maar op zich is dit voor tussendoor of gewoon eventjes op reis of zo, is dit echt wel wat mij betreft een prima manier om je make-up te verwijderen. Mijn oogmake-up verwijder ik altijd wel echt apart, altijd. Dat komt ook omdat de huid van je ogen zo dun is. Dus je moet er echt extra aandacht aan besteden. Zeker als je wat oogmake-up draagt. En daarvoor gebruikte ik eerst ook gewoon een reiniger van de Ethos, maar dan speciaal voor de ogen. En nu gebruik ik sinds een paar maanden de Garnier Micellaire Reinigingswater. En het is gewoon een heel simpel dingetje. Ik moet zeggen, dat is al volgens mij het tweede flesje van deze die ik al heb. Ik heb hiervoor ook de grote variant met olie erin gebruikt. Dat vond ik helemaal niks. Dus ik zou echt zeker wel deze roze variant, dus gewoon een hele simpele, aanraden. En ja, het werkt gewoon heel makkelijk, heel fijn en heel snel. Wat je moet voorkomen is dat je in je ogen gaat wrijven. Dus wat ik vaak doe is een watje gewoon hiermee nat maken en dan gewoon een beetje zo tegen je ogen aanhouden, zodat make-up echt een beetje kan weken. Vaak heb ik er niet heel veel geduld voor om dat heel lang te doen. Dus op zich werkt deze ook gelukkig heel snel. Maar ja, dat verwijdert echt zo mijn mascara, mijn oogschaduws, mijn wenkbrauwen make-up. Als ik ook wat op mijn lip heb gehad, dan doe ik dat ook er meteen mee. Dus ja, dan ben ik eigenlijk al klaar met mijn ogen. Dan naar mijn gezicht. Mijn gezicht ga ik dus niet meer vooraf met olie reinigen. Ik ga eigenlijk direct aan de slag met een cleanser. En een cleanser zorgt ervoor dus dat je zowel je make-up als overtollige talg en al dat soort vuiligheden, die gaan gewoon weg van je huid. Die worden verwijderd. En het is wel echt een kwestie van goede reiniger, gezichtsreiniger vinden die eigenlijk dat soort dingen meteen doet. En wel het liefst een sterke gezichtsreiniger. Ik vind dat niet elke gezichtsreiniger daarvoor geschikt is. Diegene die ik nu heb, ben ik ook wel leren waarderen, moet ik zeggen, daarom. Ik dacht eerst in eerste instantie dat het helemaal niks bijzonders deed. Ondertussen merk ik dat hij echt wel goed mijn huid kan reinigen. Zeker inclusief een laagje make-up. Dus dat is wel echt een hele fijne. Het is wel een duurdere cleanser. Deze is van Alpha H of Alpha H. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Ik heb hem gekocht op zo'n Engelse webshop waar ik heel veel van mijn spulletjes koop. En dat is de Triple Action Cleanser. Er zit ook thyme in. En het is een 3-in-1 dus product. Dus het zorgt ervoor dat je huid en gereinigd wordt van make-up. En gewoon gereinigd wordt zoals normaal gereinigd wordt. Dus een soort van double cleansing in 1 product. En zorgt er ook eens voor dat het een mild product is. Dus dat je niet aan je huid gaat trekken. En dat je huid gewoon, ja, gewoon goed in balans eigenlijk blijft. Ik vind het met cleansers altijd heel lastig om te zeggen, dit is mijn holy grail. En daarom wil ik het over deze ook niet zeggen. Want er zijn ongetwijfeld ook cleansers zijn die misschien ook goedkoper zijn. Of gewoon vergelijkbaar met van andere merken die misschien iets meer bijzonder zijn ofzo. Want het is op zich een fijne basic cleanser. Daarom ga ik dus niet zeggen dat het een holy grail is. Maar het is absoluut een hele goede cleanser die gewoon goed zijn werk doet. En die mijn make-up verwijdert en gewoon mijn huid best wel schoon laat. De tweede stap in mijn reinigingsroutine is altijd een toner of een tonic of een lotion. Het is maar net hoe je het allemaal noemt. Ik gebruik het liefst een toner die ervoor zorgt dat mijn huid eigenlijk nog extra grijnig wordt. En ook eentje die verzorgende bestanddelen meteen bevat. En ook nog eentje die mijn huid niet irriteert en die ervoor niet zorgt dat mijn poriën verstopt worden. Kortom, ik heb best wel eisen aan een toner. En jullie weten waarschijnlijk welke ik ga laten zien. Dat is deze toevallig van Pixi. Waarschijnlijk hadden jullie die van Olaas verwacht. Die heb ik ook toevallig nu weer op voorraad. Mijn budget variant voor een toner is natuurlijk mijn Total Effect 7 toner van Olaas. En anders gebruik ik de Pixi Glow Tonic. Ik vind dat ze beide geweldige werking op mijn huid hebben. En gewoon ervoor zorgen dat mijn huid zoveel mogelijk onzuiverheden vrij blijft. En gewoon, ja, goed gereinigd wordt. Dus dat de restjes van make-up die er eventueel na de eerste stap overgebleven zijn en die ook meteen weg gaan verwijderd worden. Is mijn huid gewoon schoon en is helemaal klaar voor het aanbrengen van de crème. Op dit moment gebruik ik eigenlijk geen serum. Ik moet zeggen dat ik het wel binnenkort ga doen, omdat ik merk dat mijn huid zeker nu in de winter in combinatie met de zwangerschapshormonen wat droger begint te worden. Dus ik heb echt gewoon behoefte aan iets extra's.
Ik heb toevallig vandaag online een serum van Caudalie besteld. Een extra hydraterende serum. Dus ik ben benieuwd of deze ook echt gaat werken. En of ik die in mijn gezichtsverzorgingsroutine ga integreren. Dus daar horen jullie later ongetwijfeld meer over. Maar voor nu gebruik ik in ieder geval geen serum. Maar wel mijn favoriete crème waar ik ook weer echt zoveel al over heb gehad. Maar het is dus de First Aid Beauty Ultra Repair Cream. En ik vind deze geweldig. Echt, ik gebruik hem al jaren en het is echt de beste crème ever wat mij betreft. Het is ook weer een hele basic crème. Maar daarom vind ik hem ook geweldig. Mijn huid reageert hier altijd goed op. Mijn huid wordt hierdoor gewoon goed gehydrateerd. En de poriën worden niet verstopt. Het zorgt ervoor dat mijn huid juist in balans blijft, rustig blijft. En het is gewoon echt, het is niet voor niks een super populair product van First Aid Beauty. Het is geloof ik hun best verkochte product als ik me niet vergis. En het is echt een, niet voor niks een top product. Dus ik ben hier echt heel blij mee. En nog zo'n grote pot is weer onderweg naar mij. Want deze is bijna op en ik kan er echt niet zonder. Wel vind ik het heel soms lekker om een andere crème voor 's avonds te gebruiken. Ik gebruik de First Aid Beauty crème eigenlijk zowel 's ochtends als 's avonds. Maar heel soms merk ik dat mijn huid 's avonds wat meer behoefte heeft aan iets extra's. Dus maar net wat ik dan in mijn kastje heb. En toevallig heb ik nu de Pantenol crème. Dat is zo'n eentje uit Rusland. Maar Pantenol is gewoon een herstellend goedje wat je ook in verschillende crèmes zal aantreffen. Dus geloof ik een B5 vitamine. Het zorgt er gewoon voor dat je hydratatie zeg maar in je huid blijft en dat het je huid ook echt hersteld wordt. Als mijn huid bijvoorbeeld wat meer onzuiverheden heeft en ik merk gewoon dat ook de onzuiverheden daardoor meer veel sneller hersteld worden en dat gewoon net even iets extra's krijgt. Ik gebruik dat soort crèmes echt niet elke avond. Ik probeer het zo rustig mogelijk te houden. Dus dan hou ik het liever bij First Aid Beauty crème. Maar dit soort extraatjes vind ik toch wel fijn zo nu en dan voor mijn huid. Nog heel even terug naar de cleanser. Ik gebruik deze eigenlijk bijna alleen maar voor 's avonds. 'S Ochtends hoeft voor mij een cleanser niet hele hoge eisen te hebben. Want 's ochtends is je huid over het algemeen vrij schoon. Het is wel goed om daar een vettig laagje vanaf te halen. Maar eigenlijk hoef je er niet zo heel veel moeite mee in te steken. Dus voor 's ochtends gebruik ik eigenlijk altijd een random cleanser die ik me net in de douche heb staan. Om even snel mijn huid schoon te maken. En meestal is het gewoon een mild iets. Gewoon een milde cleanser die ik toevallig op dat moment heb. En die niet al te veel poespas ook weer heeft. Dan wil ik het heel even hebben over de extraatjes. Maskers en dergelijke gebruik ik eigenlijk bijna niet. Vroeger was ik echt best wel verslaafd aan maskers. Ik deed ze ook best wel regelmatig. Maar nu neem ik er gewoon de tijd niet meer voor. En heb ik er niet zoveel zin in. En merk ik er eerlijk gezegd ook niet zo heel veel meer baat bij. Wat ik wel heel belangrijk nog steeds vind is een scrub, gezichtsscrub. Dat probeer ik wel echt één keer per week te gebruiken. Ook weer onder de douche. En ik merk gewoon dat het toch wel belangrijk blijft om je huid goed te reinigen. En dat extra laagje dode huidcellen te verwijderen. En want anders merk je gewoon dat de onzuiverheden steeds meer gaan komen. Omdat ze ja, die opgebouwde huidcellen zich of daaronder gaan broeien. Het is echt geen lekker verhaal. Maar volgens mij zit dat wel ongeveer zo. En op dit moment gebruik ik de DHC Facial Scrub. Ik vind deze best wel fijn. DHC kun je geloof ik ook wel in Nederland kopen. Ik heb hem op een Engelse webshop besteld. En ik vind deze best wel fijn omdat hij best wel wat korreltjes heeft. Je voelt ze wel. Dus je kan als je het wil heel mild scrubben. Maar je kan er ook wel wat harder in wrijven. En het heeft een beetje zo'n soort van parelmoer glansje. Nou, ik heb niet het idee dat het echt heel erg zichtbaar is, zeg maar, na afloop. Maar het is wel een leuk extraatje. Dus deze vind ik wel fijn. Maar eigenlijk een gewone abrikozen scrub, bij wijze van met abrikozen pitjes, zou ook wel heel goed kunnen werken. Maar ik hou dus meer van wat grovere scrubs. En dat was het eigenlijk. Dat is alles wat ik over mijn gezichtsroutine te zeggen heb. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Misschien ook wel nuttig ergens. Zo ja, doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie in de volgende video weer. Doei!